Dag beste kijkers, we zijn vandaag te gast in Borgloon op uitnodiging van de firma Hako Boringen, de Vlaamse Landmaatschappij en Kumpen om getuige te zijn van een unieke ondertunneling van de gewestweg N79. Om Borgloon te ontsluiten en toegang te geven tot de Grand Cru landschappen in de buurt heeft men besloten om hier een tunnel aan te leggen voor fietsers en wandelaars. Dat is niet zo uniek op zich, maar de techniek waarbij zo'n tunnel in één keer geboord wordt met een diameter van bijna 4 meter, dat leverde alvast volgende interessante beelden op. Ja, de N79 wordt hier gekruist, een wandelweg die er voor en erachter ligt. En die wandelaars moesten telkens de drukke weg oversteken en dat was een gevaarlijk punt. Daarom heeft de bouwheer Vlaamse Landmaatschappij geopteerd om een tunnel onder die weg te brengen. Maar die tunnel die mocht niet opengegraven worden, omdat de N79 is de enige ontsluitingsweg rond Borgloon. Vandaar is er geopteerd voor een sleufloze techniek. En wij duwen die tunnel hydraulisch onder de weg door. En hier is geopteerd om ronde buizen van 4 meter diameter, 3,20 meter inwendig, onder de weg door te duwen. En zodanig kunnen daar nadien de fietsers en de voetgangers doorgaan. Aangezien hier massaal veel pers en belangstelling is, neem ik aan dat dit geen alledaags project is. Nee, dat is niet alledaags. Enerzijds is die diameter niet zo alledaags. Anderzijds is het project ook uniek. Vooral omdat het kadert in heel het wandelwegencomplex van de Bloesemstreek, Cataractstreek. Maar voor ons is het ook heel uniek, omdat wij die tunnel hier uitvoeren op een manier zoals dat voorheen nooit gedaan is. In plaats van met een stuurbare boorkop te werken, hebben wij geopteerd om 4 stalen buizen vooraf onder de weg te boren, die nadien de tunnel geleiden, zodanig dat we op voorhand weten waar die tunnel aan de andere kant binnen de centimeter juist uitkomt. Als alles goed gaat, dan zullen dus wandelaars en fietsers vanaf deze zomer helemaal verkeersvrij vanuit het centrum van Borgloon kunnen gaan of fietsen naar de Grand Cru landschappen in de buurt.